Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video van Cooking Life. Vandaag ga ik jullie uitleggen hoe en waarvoor je de messenslijper van Sareva kunt gebruiken. Het slijpen van jouw mes gaat in twee fases. Laat het mes allereerst in een diamantwiel aangeven nummer 1. Het grote voordeel is dat je het mes heen en weer kunt halen en dat de messenslijper stabiel blijft staan door de antislipplaag. Gebruik een lichte neerwaartse druk en laat het mes van de hiel tot de punt door de gleuf lopen. Herhaal dit 2 tot 4 keer. Dan is het nu tijd voor fase 2. Plaats het mes in het keramische wiel, aangegeven met nummer 2. Dit is noodzakelijk voor het verwijderen van eventuele bramen op het mes en om hem glad en helder te maken. Deze messenslijper is te gebruiken voor Europese koksmessen, keukenmessen, schilmessers en vleesmessen. Je kan er geen gekartelde messen of scharen mee slijpen. Hij is te gebruiken voor zowel linkshandige als rechtshandige en hij kan niet in de vaatwasser. En dat was hem alweer. Makkelijk, snel en handig en te bestellen op Cooking Life.